Hallo, ik ben Andreas Maslink en ik zit in zesde wetenschappen van Leipoort Campus Sint-Hendrik. We hebben vorig jaar Polarquest gewonnen en ik zal vandaag jullie reporter zijn. Polarquest is een scholenwedstrijd van de International Polar Foundation. Een wedstrijd waarin de klimaatverandering centraal staat. De zesdejaars Latijnwetenschappen van Leipoort Campus Sint-Hendrik in Deinze wonnen die. Hoe verliep de Polarquest-wedstrijd precies? Wel, een jaar geleden hebben we ons ingeschreven voor de wedstrijd en toen werd ons de opdracht gegeven een filmpje te maken. Een soort nieuwsflash over hoe het er in 2050 zou uitzien. Eerst gaan we dieper in op de klimaattop. De klimaattop is opnieuw van start gegaan in de zeehaven van Brussel. We gaan meteen over naar de reporter te plaatsen. Pieter-Jan, hoor je mij? Ja, ik hoor jullie klaar en duidelijk. We gaan nu even live de klimaattop te Brussel meevolgen. Het gaat hier nu over het continent Antarctica, alwaar de poolwetenschappers niet meer in staat zijn de ijsboorkernen te onderzoeken door de opwarming van de aarde. Dan zijn we doorgaan naar de volgende ronde, waarin onze opdracht werd gegeven een wetenschappelijk werk uit te schrijven. Ze mogen hun onderzoek in de praktijk omzetten. De leraar aardrijkskunde doet dat letterlijk, want in december gaat hij naar de basis Prinses Elisabeth op Antarctica. Dag Goen, jij gaat voor een tijdje naar Antarctica. Wat ga je daar eigenlijk doen en waar precies ben je? Dankzij de wedstrijd die jullie hebben gewonnen, mag ik de onderzoeken gaan uitvoeren die we gepland hebben. Ik ga naar de Prinses Elisabeth basis. Zoals je hier kan zien, die is 200 kilometer landinwaarts. Niet zo ver van de Koning Boudewijn basis die in de jaren 60 voor wetenschappelijk onderzoek nog werd gebruikt. En wat ga je daar precies doen? De Poolbasis geeft ruimte voor 12 tot 20 onderzoekers. Dit gaat om een internationaal team van Japanners tot Duitsers die allerlei zaken gaan onderzoeken, van meteorologie tot het verschuiven van de continenten. Ik ga mij in alle onderzoeken mengen en die telkens naar een schoolse context vertalen en via het onderzoekscentrum in België terugkoppelen en via de blog aan zoveel mogelijk mensen verspreiden. U ziet hier de Prinses Elisabeth basis op Antarctica. De bedoeling is dat ook hier een soort basis wordt gebouwd. Ja, inderdaad. We willen hier een soort tegenhanger bouwen, zodat we, wanneer onze leerkracht daar de onderzoeken uitvoert, zo kunnen we die hier live meevolgen en verwerken. Zo kunnen ook andere klassen naar hier komen om de dingen te bezichtigen en dus ook de onderzoeken mee te volgen. De klas werd dit jaar rond de klimaatopwarming en de gevolgen voor Antarctica, maar vooral over de milieudoelstellingen en hoe die het tij kunnen doen keren. Wat staat er nu eigenlijk precies op de agenda? Wel, we hebben eigenlijk heel wat op til. We willen eigenlijk van een doemscenario naar een doemscenario geraken via een aha-ervaring. Dat willen we doen door onder andere informatiesessies te komen laten geven op onze school. We nodigen polexperts uit. We gaan voor een politiek debat ook op onze school. En nu maandag beginnen we eigenlijk met een kick-off. Dat willen we doen door de afsmelting van de polen in de spotlight te zetten. En dat willen we doen door eigenlijk een soort van ijsblok te laten smelten met alle leerlingen van onze school. Ze willen zoveel mogelijk scholen uit Deinze bij hun project betrekken. En aan deze beelden te zien is het menis. Wij zijn er alvast klaar voor. Je kan alles volgen op ahaproject.be. Ik was Andreas Maslink, je reporter voor vandaag.